Zo, assistent. Het is de laatste dag. Die walmoot die moet zijn stand verlaten. Daarvoor ben ik hier. Nee, dat wil ik niet. Ik ga hem beschermen. Je mag hem niet verslaan. Dat gaat niet. Ja, maar nee, daarin... ik ben Fred. Ik ben Sterk. Nee, je kan hier gewoon niks doen. Ik ben hier voor de laatste keer om koning Walmoot van zijn stroom te stoten. Ik zal eindelijk deze stad overnemen. En niet jij, niet Walmoot, maar ik. Dat wetboek wat ik heb geschreven, dat staat er allemaal vast. Het gaat vandaag gebeuren. Maar ik ben Fred en ik ga jou verslaan. Hier, hallo, ik heb het zwaard en het schild. Je kan niet naar binnen. En daarom... Wat is dat? Nee. Oh nee. Ja, eindelijk. Oh jee. Nee, wat is dit? Draak mag niet. Oh, ik moet Max gaan helpen. Ik ga naar het kasteel en ik ga hem helpen. Nee, wat moet ik nou doen? Max, hallo, hallo. Eindelijk, zo. Dit heeft gewerkt. Nu is alles voor mij. Oh jee, waar moet ik heen? Dit stad is ook zo groot. En wat moet ik nou doen? Help, help, help. Waar moet ik heen? Nee, alarm, alarm, alarm. Walmoot. Help. Er is een draak. Fred, ik weet het. Ik heb hem gezien. Wat gaan we doen? Fred, ik denk dat het tijd is om project Fred XL te activeren. Maar weet je dat zeker? Het is zover, Fred. Activeer ons meesterplan. Ik moet snel zijn. Deze kant op. Snel naar binnen, omkleden. Dat heb ik snel gedaan. Dag huis. Ja, doei. Deel. Ik hoop dat het Fred gaat lukken. Kom op, Fred, je kan het. Zo, dan ben ik dan eindelijk. Mijn kasteel. Jouw kasteel voor de laatste keer, burgemeester. Ja. Dit is niet jouw kasteel, dit is mijn kasteel. Ja, dit is van mij, dat is van mij. De troon is van mij, dat is van mij. Helemaal niks is hier van jou. Ik zit hier toch op de troon? Ja, nee, ja, maar jij moet gewoon weg. Ik moet gewoon weg, ik moet helemaal niet weg. Jij moet weg. Nee. Maar weet je, daar kom je zo meteen wel achter. Ik loop wel gewoon met je mee. Afstand. Oh, ja, hier is het. Snel. Ik ga vastzitten. Ik moet beginnen. Kom op, nou, snel. Ik moet Max helpen. Fiona, help me alsjeblieft. Kom op, nou. Jij bent het, Fred. Ik kan jou helpen. Ik weet dat het niet altijd vrolijk is geweest, maar je kan dit echt voor mij betekenen, alsjeblieft. Ik weet het, Fred. Weet je het zeker? Kom op, schiet op. Dit gaat geen pijn doen. Sta, doe maar uit, want ik moet er gewoon daarna... Ik help je zo goed als mogelijk. Daar gaan we dan. De operatie is gestart. Zo. Zo. En zo. Het gaat goed. Ja. Dit. Wat was je toch ook altijd lief. Ik heb heel spijt van de dingen die ik heb gedaan. Ik heb altijd van jou gehouden, Fred. Ik weet niet of jij mij hoort. Moet ik nou serieus al mijn spullen meenemen? Ja, goed, die spullen moeten allemaal mee. Dat weet je zelf ook wel. Niks meer achterlaten. Ik heb geen zin in jouw rommel. Oh, kom op, Fred. Ik hoop dat het plan gaat lukken. Ik wil niet echt uit de stad verdwijnen. Nee, ik ga geen gezeur nu. Alles neem je mee. Ja, ik pak mijn spullen al. De poort uit. Heel goed. Dit is ook van mij allemaal. Kan ik echt nog niet even blijven? Nee, je gaat gewoon weg. Niet moeilijk lopen doen. Nou, kom op. Het heeft allemaal lang genoeg geduurd. Ik heb je de tijd genoeg gegeven. Dit is nu gewoon van mij. Het wetboek dat staat er. Als ik nou nog even meer de tijd had, dan kon ik het samen met Fred regelen. Het spijt me, René. Ik hoop dat Fred op kan lossen. Goed, die kant mag je op en je hoeft nooit meer terug te komen. Ooit kom ik terug. Nee. Het is gewoon klaar nu. Je gaat gewoon die kant op. Gebeurt. Het is al zeik weer, dus je gaat het gewoon... Het is dat je die stomme draak hebt, burgemeester. Maar ik heb Fred. Doei. En je weet niet waar Fred hoe in staat is. Dit heeft even geduurd. Oh, Fred, ik hoop echt dat je het gaat redden. Dit is het laatste moment, dit is de laatste kans. Ik wil te activeren. Hé,
Hoorde ik dat nou goed? Ik pak je heel. Volgens mij, ik denk dat dat het teken was. Hallo, waarom sta je nou stil? Volgens mij was dat Fred. Loop eens gewoon door. Nee, ik loop even niet door, burgemeester. Ik weet waarom je hier nog blijft, maar je hebt hier niks meer te zoeken. Jawel. Je weet dat je weg moet. Nee, hup, weg dit is nou. Mijn stad. Hup. Ik hou dochter bij als je nu niet weggaat. Wegwezen, je hoeft niet meer terug te komen. Maar het is klaar, ik heb gewonnen. Dit had ik niet gedacht. Wat is dit? Even denken, dit wordt niet zo'n mijn plan. Ik ben Fred XL. En ik vind het zo leuk dat ik hier ben. En ik heb de draak verslagen. En nou moet je eens heel goed opletten wat ik nu ga doen. En daarom, ik ben zo ontzettend blij dat dit gelukt is. Want ik had het niet verwacht. En jij? Jij moet eens heel goed luisteren. Jij moet een beetje oppassen met wat je doet. Ik trek je hoofd van je rond. Ik stop jouw tenen in je mond. En ik ga jouw knieën de andere kant opzetten. Daarnaast ga ik dan een hele mooie soep van jouw haren maken. Ik trek jouw snoer van je hoofd. En ik doe jouw kleren in de modder. En jij moet luisteren naar mij. En daarom blijf ik hier alleen achter met Max. En jij kan mij niks meer maken, kleintje. Hé, wat wil je dan, kleintje? Kom op dan, ik ben veel groter. Ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen. Goed jongens, we zijn een paar dagen verder. We zitten gelukkig nog op de troon. Wat is er allemaal gebeurd? De burgemeester is verslagen. De draak is verslagen. Fred, wacht even. Fred, kom eens even terug. Wat moet ik slopen? Jongens, jullie hebben het gezien. Fred heeft een upgrade gekregen. We hebben Fred XL geactiveerd. Ons geheime project waar we een tijdje mee bezig waren. En daardoor is de draak verslagen. De draak, zoals je kan zien, het hoofd staat daar. Het is allemaal heel snel gegaan. Lopen! Fred, waar ben je? Fred, hallo? Lopen! Waar ben je? Lopen! Waar slopen? Oh, daar ben je. Fred, kan je even naar beneden komen? Ja. Alsjeblieft. Oké, hij komt eraan. We hebben Fred door Fiona een upgrade gegeven. Waardoor Fred nu supersterk, supersnel en best wel intimiderend is. Alleen, Fred, stop. Fred. Wat is er? Ik ben blij met wat er gebeurt. We zijn inmiddels een paar dagen verder. De burgemeester is verslagen. Wat heb je met de burgemeester gedaan? Want ik hoorde je van alles zeggen over tenen in de mond stoppen. En hoofden van rompen trekken en zo. En ik geloof het gelijk. Maar ja. Wat? Je bent trouwens was niet helemaal netjes nog in elkaar. Je mist de schouderplaat. Wij moesten snel zijn. Ah, snap ik. Maar waar is de burgemeester? Opgesloten in de kerker. In de toren. In de toren? Waar Julian ooit zat? Ja. Oh mijn god. Kan ik nou doen? Want jij... Dat kan. Want je weet dat de burgemeester mij ook kon verbannen van de server. Het is heel raar dat ik omhoog moet kijken als ik met jou wil praten. Maar waarom heeft hij me nog niet verbannen? Hij kon mij letterlijk van de servers daadwerkelijk... Oh. Fred, ik zit op je... Ga van mij af! Fred, oké, sorry. Het was niet de bedoeling dat ik op je ging zitten. Dat wil ik niet meer. Niet meer doen. Dat snap ik. Maar waarom heeft hij me nog niet verbannen? Hij kon me als het goed is verbannen. Ja, en dat zal hij nog steeds gaan doen. Hoezo? Kan jij dat niet... is afspraak. Ja, maar jij bent toch een robot? Kan jij zijn systemen niet slopen in zijn... Ik weet niet hoe hij dat kan doen. Nee. Hoezo niet? Het is heel treurig, maar de tijd is toch echt voorbij. Nee, de tijd is helemaal niet voorbij. Wel. Weet je, ik ga met de burgemeester praten. Ik ga naar boven. Ik denk dat ik maar ga heersen hier over het kasteel. Nee, Fred! Niks kan mij aandoen. Fred! Ik kan nog steeds naar Fiona lopen en vragen of ze weer kan terugzetten naar normaal. Doet ze niet. Oké, laten we naar boven gaan, jongens. Hoe kom je? Oh, jemig. Ik ben al zo lang niet meer boven geweest in die kerk, dus dat ik niet eens meer weet hoe ik kom. Maar ik heb dat letterlijk allemaal zelf gebouwd, dus uiteindelijk komt dat wel goed natuurlijk. Maar laten we hier rustig omhoog gaan. Gaan we even kijken of we met de burgemeester kunnen praten waarom die me nog steeds niet heeft verbannen. Want zoals jullie weten, in eerdere afleveringen kon de burgemeester daadwerkelijk mij van de server verwijderen. En het was dat of gewoon de stad verlaten. Maar ik vraag me af waarom hij dit nog niet gedaan heeft. En waarom ik nu nog steeds zo vrolijk hier rond kan lopen. Maar hier helemaal bovenin is, als het goed is... De toren. Kijk dan hier naar rechts.
omhoog lopen, hier klimmen en dan hier dit pad omhoog. Jemig, het is echt belachelijk. Ik kom hier echt nooit meer. Oké, dan hier. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Hoe kom jij hier boven? Ja, dit is veel te krap voor jou, dit. Dat klopt, ik moest even proppen. Proppen? Jij past hier toch helemaal niet? Mag ik erbij? Ja. Jij past hier toch helemaal niet? Wat ben jij aan het doen? Wat is dit? Extra beveiliging. Extra beveiliging? Voor wat? Hem. De hem? Burgemeester, je bent verslagen. Je hebt gedaan wat je kon. Je draak is verslagen. Zijn hoofd die staat nu als mooie prijs staat die beneden in mijn kamer. Maar ik heb één vraag voor jou. Want je bent nu, het is gewoon afgelopen. We hebben je nu in de hoogste toren ooit gestopt. Ik bedoel, waar die eerst in de kerk stond onder de grond, maar daar wist je uit te ontsnappen. Ik heb eigenlijk twee vragen voor je. De eerste vraag is, waar is Ridder Justin? Wat heb je met hem gedaan? Ja, dat is een mislukt project. Mislukt project. Nou, wie weet vinden we Ridder Justin ooit nog wel. Maar, drie vragen. Wat vind je van Fred? Ik heb hem een kleine upgrade gegeven. Ja, nou, ik moet zeggen dat... Je had het niet verwacht, hè? Nee, dat had ik niet. Nee, van al die mogelijkheden die je had kunnen doen, was dit er niet eentje van. En toch ben ik hier. Ik ben er best trots op dat we Fred... Oh, Fred! Waarom bos je hoest zo met je hoofd door de muur heen? Ja. Oh mijn god. Sterk hoofd. Je hebt een heel sterk hoofd. Oké, dan de echte vraag waar ik hiervoor kwam. Waarom heb jij mij nog niet verbannen? Je hebt in het verleden laten zien dat je mij van de server kan verwijderen. Door ik nooit meer überhaupt in deze wereld kan komen. Waarom heb je dat nog niet gedaan? Als je me even naar de bank brengt, kan ik je laten zien hoe. Hoezo als je me naar de bank brengt? Nou, gewoon. Nee, je blijft hier zitten. Nee, jij blijft hier zitten. Hoezo, wat heeft de bank hiermee te maken? Niks. Ja, half. Hoezo? Zeg nee. Of ik stop je benen weer in je mond. Ja, kom op. Fred die heeft het al eerder gedaan, volgens mij. Hij trekt de snor nog een keer van je gezicht. Nou ja, de bank, de computer, ja. Kom op, meer. Fred die wil heel graag slopen. Ik kan het alleen vanaf de bank. Je kan me alleen vanuit de bank. Was dat nou zo moeilijk, hè, kleine? Fred, rustig aan, je sloopt een heleboel hier. Maar je kan me alleen vanuit de bank verbannen? Ja. Dat was via de computers daar of zo. Daar hebben we het programma op geïnstalleerd. Dan weten wij wat we moeten gaan doen, denk ik. Wat dan? We gaan naar de bank. Een tripje naar de bank brengen. Een tripje naar de bank. Heb je nog iets anders te zeggen of moet Fred nog een keer je hoofd van je romp trekken? Liever laat ik die gewoon aan mijn romp zitten eigenlijk. Dat snap ik. Ik doe het met alle liefde. Laten wij naar de bank gaan, dan gaan we die systeem even slopen. En dan mag je daarna doen met de burgemeester wat je wilt. Ja. Oké, dat top. Nou jongens, laten wij heel even naar de bank gaan. Ik heb mijn lighter om, dus ik kan als het goed is hier kan ik er afvliegen zoals dit. Hoppakee. Dan gaan we even naar de bank hier toe. Want het blijkt dus dat de burgemeester via hier zijn systeem heeft waardoor hij mij kan verbannen. Als we dat slopen, zijn we helemaal veilig en kan er niks meer fout gaan. Ik hoop dat hij nog... Oh, jij bent er al, Fred. Hallo. Hey, hallo. Ben je er klaar voor? We gaan slopen. Ja. Die schilderij hangt er nog. ben je nog aan het schilderen af en toe? Fred, nee. Niet hier slopen. Niet hier slopen. Fred, nee. Fred, stop. Ik kreeg dat plaatje, dat was wel heel moeilijk. We moeten met de lift, maar... Fred, nu jij hier bent... Ik ga eerst, we gaan... Nee, we gaan niet tegelijk, oké? Okay? Ja, ik ga eerst met de lift. Ik ga eerst. Nee! Fred, je sloopt die deur! Je bent veel te groot, je past er niet eens in. Oh, jee. Oh, mijn god. Daar gaan we. Nou, Fred, ik klik op het knopje hier. Hoppakee, zo. Dat was snel. Zijn we er al? Ja. Oh, mijn god, met jouw gewicht, dat had ik niet verwacht. Ik ook niet. Ah, top. Fred, doe even voorzichtig met door de deur lopen, want ik weet... Weet je, in principe maakt het ook niet uit. We gaan deze boel toch slopen. Voordat je aan de slag gaat met slopen, Fred. Ja. Het ding is, de burgemeester... Oh, hij heeft natuurlijk ook een kind. En ik heb dat kind nog nooit ontmoet, heel jammer. Maar hij heeft dus blijkbaar hier systemen waardoor hij mij kan verbannen. Als we dat gedaan hebben, kan ik nooit verbannen worden van de server. Weet je, Fred, ga je gang gewoon. Fred, rustig aan! Fred, ik... Oh, je zakt door de vloer! Fred! Hallo! Oh, daar ben je. Fred, rustig aan. Nee, niet het gebouw. Het gebouw heb ik gebouwd. Het gaat om de systeem hier. Nee, Fred. Oh, het gaat helemaal fout. Rustig aan. Laat je computer. Pak die maar. Hier, ja. Pak dit. Goed zo, Fred. Slopen. Sneller. Harder. Pas op dat je de muur niet... Oh, mijn god. Oh. Oh, mijn god. Het gaat... Fred? Hallo. Gaat het?
Ja. Oké, prima. Nou jongens, terwijl Fred aan het slopen is, wil ik jullie wel even een dingetje vertellen. Dat gaan we even hier doen. Het ding is natuurlijk, dit is de laatste Content Veen aflevering. Zoals gezegd, de burgemeester kan mij natuurlijk niet meer verbannen van de server. Maar evengoed gaan we Content Veen natuurlijk afsluiten. De burgemeester is wel verslagen, gelukkig. Hij heeft niet zijn zin gekregen. Ik weet niet wat Fred met hem gaat doen. Misschien dat hij daadwerkelijk eens hoofd van zijn romp trekt. Maar evengoed gaan we Content Veen afsluiten. Het is natuurlijk leuk geweest. We hebben er anderhalf jaar over gedaan. Maar aan alles moet een einde komen natuurlijk. We gaan snel... Wacht even hoor. Fred? Fred, heb je daar je zin met slopen? Of... Ja. Oh my days. Het is eigenlijk wel goed zo, denk ik, Fred. Het ziet er wel goed gesloopt uit inmiddels. Ja, ik denk toch dat je het wel zo, zo kan laten, ja. Ik denk niet dat je nog veel meer moet slopen dan dit. Want dan is het eigenlijk ook wel zonde van het mooie gebouw. Oké. Ga je nog maar even kijken wat je met de burgemeester kan doen, oké? Dat is goed. Ik ga zijn tenensoep maken. Ga jij maar tenensoep van hem maken. Daar gaat-ie, hoor. Die Fred, jongen. Maar zoals ik net al zei, jongens, aan alles komt een einde. We gaan snel beginnen aan seizoen 3. Waarom? Wat gebeurt daar bovenachter? Volgens mij... Wat is Fred aan het doen met die burgemeester? Kijk maar het randje staan. Wat gebeurt hier? Oh my days. Wat gaat hij doen? Gaat hij daadwerkelijk... Hij slaat hem? Maar wat gebeurt... Hij sloeg gewoon de burgemeester naar beneden. Fred, wat heb je gedaan? Waarom heb je hem... Heb je nou de burgemeester vermoord? Oh my days. Die val, dat overleeft niemand als je geen armor... Behalve Fred, waarschijnlijk overleeft Fred de val. Even een body slam op hem. Nou, waarschijnlijk heeft de burgemeester het niet overleefd, jongens. Nee, ik wil binnenkort beginnen aan seizoen 3. Dat gaan we natuurlijk doen wanneer 1.20 uitkomt. Maar mijn stad is helemaal af. We hebben alles afgebouwd. Er is niks meer wat ik eigenlijk wil toevoegen eraan. Enige is wat niet echt af is, is het interieur van dit kasteel. Maar dat boeit me ook echt eerlijk gezegd helemaal niks, jongens. Dat hoeft wat mij betreft, hoeft dit niet gedaan te worden, dit interieur. Misschien een keer... Kom ik hier ooit voor een video terug om deze een interieur te geven, weet je. Maar binnenkort komt seizoen 3 van Content Veen eraan. Wanneer 1.20 uitkomt van Minecraft, gaat hartstikke leuk worden. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Ik wil ook nog even een losse video maken van een rondleiding van wat er allemaal gebouwd is. Want veel mensen vragen erom. Dus ja, er komt nog een rondleiding video aan. Maar dit is in principe de laatste Content Veen video. Veel lol gehad, veel gedaan, veel met de boeren, veel met Fred. Fred is inmiddels een grote mega robot geworden, weet ik veel wat er allemaal gaande is. Overigens gaan heel veel karakters natuurlijk mee naar seizoen 3, zoals een Fred, de boeren. Misschien ook wel Alfred, misschien ook wel andere karakters. Die gaan allemaal mee naar het nieuwe seizoen, dus maak je geen zorgen. Ja, nu moet ik alleen nog een mooi punt vinden waar ik het einde kan doen, jongens. Ik heb zoveel gebouwd het afgelopen anderhalf jaar hier, maar wat is nou toch het meest memorabele puntje waarvan je zou zeggen, die moet je echt gewoon het seizoen afsluiten. We hebben hier het allereerste huis wat ooit gebouwd is in de stad. Dat is deze. Maar ja, het kasteel, daar zijn we natuurlijk altijd het meest. Ik weet het gewoon niet, jongens. Weet je, ik kan hem ook gewoon mooi... Oh, dit is een mooi plekje. Kijk nou naar deze stad, jongens. Anderhalf jaar aan werk is hier gewoon best wel op een mooi punt, kan je het hier zien. Maar voordat ik dat ga doen, jongens, oh, nog voordat ik het af ga sluiten, wil ik nog één dingetje doen, of nog een paar dingetjes. Ik wil even afscheid nemen van al mijn huisdiertjes en zo. Ik heb hier het kattencafé waar ik al mijn lieve katjes heb staan hier gewoon. Jongens, jullie zijn er al sinds de eerste aflevering. We hebben hier Dik, mijn allereerste kat. Deze is echt uit aflevering 3. En we zitten inmiddels aflevering 212 of zo, weet ik veel. Dik. Je was een leuke kat. Potlood hebben we gehad. Jopie hebben we gehad. Toeter, de kat, hebben we hier gehad. En volgens mij hier is deze ook voor mij. Bassie hebben we inderdaad gehad. Tot ziens, jongens. Jullie waren leuke katten. Wafeltje, we gaan jou ook missen. Ik moet ook nog afscheid nemen van Willy. Volgens mij woonde Willy in dit huis tegenwoordig hier. Ik weet het niet meer zeker. Volgens mij hierboven ergens. Willy, leef je nog? Het zou wel typisch Willy zijn dat ik hem nu niet kan vinden, weet je. Dat zou wel heel erg bij Willy passen. Oh, maar ze zijn er nog, Willy en Berend. Willy en Berend, jongens. Jullie zijn mijn OG villagers. Jullie hebben mijn serie echt tot leven gebracht. Met jullie zijn er verhaaltjes begonnen. En jullie luisteren volgens mij niet eens een woord naar wat ik zeg. Jullie hadden hier toen de dingen voor mij verstopt en weet ik wat allemaal. Tot snel. Tot seizoen 3. Wie weet komen jullie in seizoen 3 terug. Wie weet. Ik denk het waarschijnlijk niet. Dus jullie blijven hier achter in deze stad. Zorg goed voor de stad. Zorg goed voor alles en iedereen, oké? Ja, jij vooral, Willy. Vooral jij inderdaad, ja. Willy de dorpsgek en Berend de boekhouder. Maar niet al onze dieren leven nog. Helaas zijn er natuurlijk ook een paar dieren overleden. Dus laten we eerst hier naar de begraafplaats gaan. Naar het graf van Kwast. Kwast, je was een toppaard. We missen je nog steeds. Het is echt... Een van de eerdere afleveringen is je al overleden. Maar dit was mijn allereerste paard. Dankjewel voor het leuke, de leuke verhalen in seizoen 2. Weet ik wat allemaal. We hebben hier Bob 2. Die ligt hier. Bob 1. Kwek. Al heel lang dood. We hebben hier Vlek 2. Rip nog steeds.
Hier ligt Kwik, deze keer echt dood, vermoord door Julian. Hier is Dikkie Dik. Oink. Oh, je hebt varken Dikkie Dik. Die hadden we ook natuurlijk. Die is overleden. We hebben hier dode kwast. Hebben we hier. Waar de kwast 2.0. Dat was een skeleton horse versie. Mossel de vogel. Karel de vogel. Hier ligt Vlek, een van de allereerste koeien die ik had gekregen van Bram. En that's it volgens mij. We hebben geen graf voor Stip. Ik dacht dat we Stip ook een graf hadden gegeven. Stip de koe. Of is dat hier? Nee, hier ligt namelijk Gerard. Gerard de geit. En hierboven, ja, hier lag Fred. Maar uiteindelijk was Fred natuurlijk niet dood. Dus dit is gewoon een leeg graf. Oh man. Het is jammer om afscheid te nemen van deze wereld. Dus ik heb zoveel gedaan, zoveel gebouwd. De ijzerfabriek, het gemeentehuis, of het is het, de rechtbank. Zoveel leuke verhaaltjes, zoveel dingen. De vuurwerkshow hebben we hier gehad. Heel veel personen zoals Rick, Justin, Julian en zo en alle anderen. Die gaan natuurlijk ook allemaal mee naar het nieuwe seizoen. Gaat hartstikke leuk worden. Komen wat nieuwe mensen komen natuurlijk bij in seizoen 3. Maar dat houden we natuurlijk nog eventjes geheim. Oeh, we hebben natuurlijk ook nog dieren bij de boerderij hier staan. Magda de vogel, tot ziens. Klodder de koe, we gaan je missen. Jos de vos, jij ook. Ook al hebben we nooit heel vaak contact gehad. Abraham, mijn hond. Of we hebben ook paarden. Die mogen we ook niet vergeten. Tot ziens, Dagobert hier slash hem het paard van Bram. Of de ezel van Bram. We hebben hier Stomper, het paard van Bram. Ja, ik heb best wel veel dieren van Bram gestolen. We hebben hier Kwast 2. Dit is de echte Kwast 2. Nooit zoveel mee gedaan, maar we hebben hier gereced tegen Justin, tegen Biertje. Biertje had gewonnen, Biertje was veel sneller. Kwast 2 was best wel een teleurstelling. Nogmaals, er komt natuurlijk nog één rondleiding video aan. Dus ik ga niet nu langs elk gebouw lopen om alles te laten zien aan jullie. Dat komt in een nieuwe video. Maar er komt geen progressie meer, geen verhaaltjes meer. En we gaan het gewoon lekker hier eindigen, zo voor de stad. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Dank jullie wel voor het kijken naar dit seizoen. Het was hartstikke leuk. We hebben veel plezier gehad, veel lol gehad. Ik wil iedereen bedanken die mee heeft gedaan. Er komt nogmaals een nieuw seizoen aan. Dus het is niet het einde van Minecraft Survival zoals jullie het kennen. Seizoen 3 komt eraan met een nieuwe stad, nieuwe verhaallijn, nieuwe karakters, nieuwe mensen, weet ik veel wat. Deze wereld zal binnenkort beschikbaar zijn voor een download. Jullie moeten gewoon even rustig afwachten daarvoor. Als jullie verder nog vragen hebben, dan kunt u het altijd in de reacties achterlaten. En dan nu, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Kijk lekker deze video, want dit is deel 1 van deze Content Veen serie. Dit is een livestream en hier is alles begonnen. Dus kijk het zeker even. Kijk het zeker even. Het is heel interessant om te zien. Althans vind ik. En dan nu spreek je later. Glaasje water telt 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!